Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Blijf Binnen Quiz. Allereerst wil ik jullie heel erg bedanken, want ik heb in de afgelopen 2 weken heb ik zoveel foto's en filmpjes gekregen van mensen die deze quiz aan het spelen zijn. Superleuk, ga zo door, doe allemaal dat duimpje omhoog, druk op abonneren, zodat iedereen deze quiz kan gaan spelen. Zoals jullie misschien al weten, werk ik zo'n 10 jaar op Ouwehands Dierenpark. En daar ben ik verliefd geworden op de Afrikaanse olifant. Con en zijn geweldige team hebben mij in al die jaren ontelbaar veel feitjes verteld over dit machtige dier. En de top 5 van de leukste feitjes ga ik vandaag met jullie delen. Dus pak allemaal een pen en papier, want wij gaan beginnen. Tegen de grote mensen zou ik willen zeggen, ga even lekker op de bank zitten. Ik neem het vanaf hier over. Neem een kopje koffie, een kopje thee, een glas wijn of wat sterkers. En tegen de jonge mensen ga ik zeggen, wij gaan beginnen. Afrikaanse olifanten zijn echte recordhouders. Serieus, als zij mee zouden doen aan de Olympische Spelen, dan winnen ze alles. Ik ga nu beginnen met een geweldige Afrikaanse olifanten top 5. Afrikaanse olifanten zijn in bijna alles de grootste. Allereerst beginnen we met de koe, het vrouwtje. Zo'n koe kan wel 2,5 meter hoog worden en een gewicht bereiken van 3500 kilogram. En als je dat al groot vindt, dan gaan we nu naar de bul, het mannetje. Een mannetje kan namelijk zo'n 3,5 meter hoog worden en een gewicht bereiken van 6300 kilo. Dat zijn wel 100 mensen bij elkaar. Ze hebben ook enorme poten. En die poten die moeten dat gigantische gewicht van de olifant dragen. En daarom hebben die poten aan de onderkant kussentjes. Niet alleen zijn die kussentjes heel fijn om de schokken op te vangen, maar die kussentjes zorgen er ook voor dat je de Afrikaanse olifant bijna niet hoort als hij loopt. Echte geluidsdempers dus. Alles aan de Afrikaanse olifant is groot. En daar gaan we het zeker nog over hebben in deze aflevering. Zo heeft de Afrikaanse olifant de grootste oren van alle dieren die wonen op planeet Aarde. En die slurf is gigantisch. En van alle dieren poept hij het meest. De Afrikaanse olifant leeft in groepen. En aan het hoofd van die groep staat de matriarch. En de matriarch is vaak de oma. De oudste, de grootste en de meest wijze olifant. De kudde bestaat uit zussen, dochters, kinderen en kleinkinderen. Als de mannetjes tussen de 10 en de 14 jaar oud zijn, dan worden ze verdreven uit de groep. Altijd natuurlijk even een beetje een pijnlijk moment, maar zo gaat dat nou eenmaal bij olifanten. Mannetjes leven namelijk het liefst solitair. En dat wil zeggen alleen. Nou ja, soms dan sluit zo'n mannetje zich aan bij een andere mannengroep. Maar heel vaak zie je als ze ouder worden, dus bejaard zijn, dat ze eigenlijk het liefst helemaal alleen zijn. In de groep met vrouwtjes is het een stuk gezelliger. Die vrouwtjes die zorgen echt heel erg goed voor elkaar. Sterker nog, als moeder even geen tijd heeft, dan past tante toch op. Je ziet ook vaak als de olifanten in kuddes lopen, dat de jonge olifantjes in het midden lopen en de oudere olifanten in een kring eromheen. Zo zijn ze natuurlijk beschermd tegen vijanden als leeuwen en hyena's. Kuddes worden steeds groter. En als de kudde zo'n 10 tot 20 dieren telt, dan splijten ze vaak in tweeën. Dus dat wil zeggen dat er 2 kuddes zijn die hun eigen pad bewandelen. Maar wat nou zo leuk is, omdat ze in de jaren zoveel van elkaar zijn gaan houden, houden ze contact met elkaar. En dat doen ze niet met een mobiele telefoon zoals wij dat doen. Nee, dat doen ze op een hele speciale olifantenmanier. Ze communiceren met elkaar, dus ze praten met elkaar middels een echte olifantentaal. Door te trompetteren met die slurf kunnen ze kenbaar maken dat ze bang zijn of boos zijn. Of als ze schrikken maken ze een heel kort geluid. Maar ze hebben ook een olifantentaal die zo laag is dat wij het niet eens kunnen horen. Maar olifanten die bijvoorbeeld
5 kilometer verderop staan, die horen het wel. Ze kunnen dus echt met elkaar praten. Olifanten zijn dan misschien wel de grootste landdieren ter wereld, maar ze zijn doodsbang voor hele kleine bijen. Nou vind ik dat persoonlijk ook niet zo heel raar, want gestoken worden door een bij rond de ogen of in de slurf, dat is natuurlijk niet heel erg fijn. Dus als er bijen op de olifanten afkomen, dan raken ze in paniek. Ze beginnen dan te schudden met het hoofd, ze gaan vaak wegrennen en ze maken geluiden in olifantentaal. En op die manier waarschuwen ze andere olifanten in de buurt. Wat er dan vaak gebeurt, is dat er heel veel kuddes met olifanten in paniek raken en dan ontstaat er een soort stampede. Alle olifanten op de vlucht voor een zwerm met bijen. Zulke grote dieren moeten natuurlijk ook heel veel eten. En olifanten zijn herbivoren en dat wil zeggen planteneters. En heel kieskeurig zijn ze niet. Ze eten eigenlijk alle planten die ze tegenkomen. Maar net zoals wij hebben ook olifanten lievelingsgerechten. En dat zijn onder andere kruiden en dat is gras. Eten olifanten nou echt heel erg veel? Ja en nee. Kijk, een spitsmuis eet zo'n 125% van zijn lichaamsgewicht. Dus hij eet meer dan dat hij weegt. Een olifant eet zo'n 5% van zijn lichaamsgewicht. En dat wil dus zeggen zo'n 200 tot 300 kilo. Nou, dat is eigenlijk zo'n 2000 tomaten op één dag. Nou, ik vind dat best veel. Als olifanten gaan eten, dan zijn de slurf en de slagtanden het allerbelangrijkste bestek. Zo'n slurf telt maar liefst 148.000 spieren. En aan het einde van die slurf zitten twee vingertjes. Nou, met die twee vingertjes en met de slurf pakken ze bijvoorbeeld een heerlijke sappige tak op. En met die slagtanden erbij breken ze die tak met het volste gemak in tweeën. Vervolgens stoppen ze het eten met de slurf in de bek en eten ze het op met hun maaltanden. De maaltanden van een olifant die wisselen zo één keer in de 10 jaar. En dat gebeurt zo'n 6 keer in het leven van een olifant. Kijk, die maaltanden zijn super belangrijk, want zonder tanden kunnen ze niet eten. En het is vaak ook een hele belangrijke doodsoorzaak bij bejaarde olifanten dat de tanden niet meer werken zoals ze horen en dat de olifanten daarom sterven aan verhongering. Oké, even wat vrolijkers. Olifanten zijn natuurlijk dol op water en ze moeten ook heel erg veel water drinken. Een olifant drinkt zo'n 200 liter water op een dag. En dat zijn zo'n 150 flessen met cola bij elkaar. En ze gebruiken die slurf, die gebruiken ze als rietje. Ze slurpen zo'n 10 liter water op en vervolgens spuiten ze dat in de bek. Op het moment dat olifanten het water ingaan, omdat ze dat zo heerlijk vinden en natuurlijk om af te koelen, dan staan ze onder het water, dan doen ze de slurf de lucht in als een soort snorkel en dan kunnen ze door de slurf ademhalen. Hoe handig is dat? Een olifant heeft de grootste oren van alle dieren ter wereld. En die oren zijn heel erg belangrijk voor een olifant. Bijvoorbeeld door te wapperen met de oren kan een olifant aan andere dieren kenbaar maken dat hij super kwaad is of dat hij bang is. Daarnaast kunnen ze met die oren natuurlijk ook de bijen wegslaan waar ze zo bang voor zijn. En het belangrijkste, ze gebruiken de oren als koelkast. What? Ja, als koelkast. Kijk, in die gigantische oren zit heel veel bloed. En bloed wordt natuurlijk door het hart, door het hele lichaam gepompt. Dus als een olifant het te warm heeft door die Afrikaanse zon, dan gaat hij wapperen met de oren. Daardoor koelt het bloed in de oren af. En vervolgens pompt het hart dat afgekoelde bloed door het hele lichaam, waardoor de olifant een paar graden kouder wordt. Nou, vindt hij heerlijk. Slim toch? Olifanten gaan al wel niet zoals wij naar school, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hun hele leven een school is. Want ze leren namelijk alles van elkaar.
Zo leren ze waar de meeste kans is op voedsel en water. Ze leren wat ze moeten doen als er gevaar dreigt. Ze leren hoe ze moeten zorgen voor elkaar enzovoort enzovoort. En daarom is de matriarch vaak de leider van de groep. Want zoals ik al zei, de matriarch is vaak de oudste olifant en heeft dus ook al de meeste levenservaring. Is dus eigenlijk al het langst naar school geweest. Wisten jullie dat een olifant een heel goed geheugen heeft? In Amerika is er een olifant die na 20 jaar een vrouw met wie hij daarvoor had samengewerkt opnieuw zag. Hij herkende haar en ze waren dolblij om elkaar te zien. 20 jaar! En tot slot zijn olifanten, net zoals wij mensen, heel erg verdrietig als er een olifant uit hun kudde doodgaat. Vaak blijven ze nog dagen bij de overleden olifant in de hoop dat die toch nog op gaat staan. Er zijn kuddes bekend die de overleden olifant hebben bedekt met blaadjes en takjes. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat ze die olifant een olifantenbegrafenis hebben gegeven. Dat is mooi, toch? Je zou verwachten dat het grootste landdier ter wereld geen vijanden heeft. En helaas is dat niet goed. Want zoals in heel veel gevallen is de mens de allergrootste vijand van de olifanten. Ze doden onder andere de olifanten voor de slagtanden en soms zelfs gewoon voor de lol. En ik vind persoonlijk dat daar heel snel een einde aan moet komen. Dit waren mijn 5 leukste weetjes over de Afrikaanse olifant. We gaan nu natuurlijk beginnen met de quiz. Ik ga jullie vragen stellen die jullie mogen gaan beantwoorden met de letters A, B, C en D. Vervolgens krijgen jullie 10 seconden de tijd om de vraag te beantwoorden, waarna ik meteen het antwoord ga geven. Ik zou zeggen, let's go! Vraag nummer 1. Hoe heet de leidster van een kudde olifanten? Is dat A, de koningin? Is dat B, de keizerin? Is dat C, de matriarch? Of is dat D, Imka Marina? De 10 seconden lopen nu. Dus hoe heet die leidster? We hebben nog 3 seconden en de tijd stopt nu. Het goede antwoord moet natuurlijk zijn antwoord C, de matriarch. Hoeveel flessen water kunnen olifanten per dag drinken? Is dat A, zo'n 20 flessen water? Is dat B, zo'n 40 flessen water? Is dat C, zo'n 100 flessen water? Of is dat antwoord D, zo'n 150 flessen water? De 10 seconden lopen nu! Dus hoeveel flessen water, als ze flessen water zouden drinken, kunnen ze op? En de tijd stopt nu. Het goede antwoord is D. Ze kunnen zo'n 150 flessen water drinken. Wauw. Op welke leeftijd moeten de mannetjes de kudde verlaten? Is dat A, rond de 12 jaar? Is dat B, rond de 25 jaar? Is dat C, rond de 4 jaar? Of is dat D, rond de 20 jaar? De 10 seconden lopen nu. Dus wanneer moeten de mannetjes ongeveer de kudde verlaten? En stop de tijd. Het goede antwoord is antwoord A, rond de 12 jaar. Voor welk van de onderstaande dieren is de olifant bang? Is dat A, een leeuw? B, een bij? C, een giraf? Of D, een antiloop? De tijd loopt nu. Voor welk dier is een olifant echt bang? Nog 3, 2, 1 en stop de tijd. Ook al zullen ze echt wel bang zijn voor leeuwen, het goede antwoord moet natuurlijk zijn B. Ze hebben een gruwelijke hekel aan bijen. En de laatste vraag, waarom is die oudste olifant, oftewel de matriarch, nou eigenlijk de baas? Is dat A, ze heeft de meeste kennis? Is dat B, ze is het sterkst? Is dat C, ze kan het meest hard trompetteren? Of is dat D, omdat oma's nou eenmaal altijd de baas zijn? De 10 seconden lopen
nu. Dus waarom is die matriarch nou eigenlijk de baas? Nog 3, 2, 1 en stop de tijd. Het goede antwoord is antwoord A, omdat ze door haar rijke leven al de meeste kennis heeft opgedaan. Doe even dat duimpje omhoog, druk op abonneren, zodat je geen enkele video mist. Leuk dat jullie hebben geluisterd en dat jullie hebben meegespeeld met de quiz. We zijn er natuurlijk heel snel weer met een nieuwe aflevering, met nieuwe vragen en heel graag tot dan. Doei doei!